2019 is het jaar van Martijn Krabbé. Zijn programma Kopen zonder kijken krijgt een tweede seizoen. Hij blijft de komende jaren het gezicht van The Voice. En hij gaat dit jaar trouwen met zijn liefde, Deborah. We staan nu midden op straat. Ja. Jullie mogen de blinddoek afdoen. Zo. Wow. Martijn Krabbé beleeft een topjaar. Naast The Voice of Holland en zijn rolletje in The Passion weet hij ook goed te scoren met zijn programma Kopen zonder kijken. Ja, we gaan een nieuw seizoen maken van Kopen zonder kijken. We zijn nu de casting aan het doen. Maar wel fijn om weer eraan te beginnen, of denk je, oh, dat is wel een project? Het is niet veel makkelijker geworden om Kopen zonder kijken te maken nu. Nee. Bij Uitstel van Executie verkopen we de huizen als warme broodjes voor geweldige bedragen. En aan de andere kant moeten we ze aankopen en dat lukt bijna niet. Een domper op het tv-succes. Martijn moet afscheid nemen van zijn goede voice-vriendin Wendy van Dijk, die naar Talpa verhuist. Ja, ik moet het niet te vaak herhalen, want het dat wordt heel moeilijk. En niet leuk. Jullie hebben echt een innige band, hè? Dat gaat heel veel verder dan alleen die avond presenteren en weer naar huis. Ja, wij passen heel goed bij elkaar, op de een of andere manier. Maar voor Zaneke is geen tijd. Martijn is op zijn 51ste namelijk helemaal hotel de botel op zijn Deborah. Met pakjesavond zorgt hij voor de grootste surprise. Via het gedicht heb je haar ten huwelijk gevraagd? Dat is inderdaad waar. Maar ik had er de avond voor Sinterklaas, avond voor pakjesavond, natuurlijk wel even gepolst of ze ook ja zou gaan zeggen. Dat leek me wel even beter. Nou, ik wist wel dat ze dat zou doen, hoor. Maar ik wilde haar niet, want het was ook haar eerste familiefeest bij mijn ouders thuis. Ik wilde haar daar ook niet met haar rug tegen de muur zetten. De twee kunnen niet van elkaar afblijven. Voor Deborah komt het aanzoek niet geheel onverwachts. Ik had wel verwacht dat hij me een keer zou vragen, maar zo snel had ik het eigenlijk niet verwacht. Ik dacht hij wacht tot de wintersport of zo, maar des te leuker. Hoezo op de wintersport? Omdat ik dan altijd op mijn knieën lig. Ja, dat omdat je ligt dan val. Toch al. Zij maakt de dingen heel simpel of zo en brengt het terug tot de essentie. Dat is echt wel een talent van haar. Dat is één van de dingen, één van de vele dingen die ik zo leuk vind aan haar. Wanneer de twee trouwen is nog de vraag, maar dit keer is hij zeker van zijn zaak. Je bent een keer eerder getrouwd, maar dat belet je niet om het nog een keer te doen. Ik vond met mijn liefde nu met Deborah, vond ik dit de enige juiste actie om te ondernemen. Nog een keer trouwen, ja, zeker. Leuk. Het moet toch een keertje gewoon lukken, voor altijd. Ja, toch? Ja, ik denk zelf dat deze keer wordt. Ja. Een beetje voorzichtig nog. Ik denk zelfs, waar kennen ze elkaar van, Aaron? Skivakantie in het Oostenrijkse Sankt Anton. Daar heeft Deborah de stoute schoenen aangetrokken, is op hem afgestapt. Kennen elkaar al sinds 2014, was een vriendschap. En toen op een gegeven moment na een etentje een zoen. En dat werd nog een kus en dat werd nog intenser. En toen sloeg de vlam over. En na een half jaar al, nou nog niet eens, volgens mij 3 maanden... heeft Martijn dus met dat Sinterklaasgedicht haar ten huwelijk gevraagd. Wat ten overstaan van de hele familie Krabbé. Daar had hij dus heel netjes wat voor wat hij zei gedaan. Maar ik vind dat best wel snel. Maar je merkt als je Martijn spreekt, het is een hele intense man. Dus hij is helemaal weer voor haar gevallen. 10 jaar natuurlijk getrouwd met Amanda, 4 kinderen. En ja, zij wordt nu opgenomen in het gezin. En het gaat gebeuren in juni, hebben wij gehoord. Okay. Hij wil geen trouwdatum noemen. Okay. Het zou eerst dit voorjaar zijn, maar Martijn vertelt tegen mij, we zijn iets aan het organiseren wat groot is, wat we niet in zomer in een paar weken neerzetten. Voor onderbreken Songfestival, las ik ook nog een berichtje over Martijn. Ja, hij heeft natuurlijk de Passion gedaan, fantastisch. Daar was hij de verteller, dat heeft hij veel indruk meegemaakt. Toen zei Angela de Jong in haar column, hij zou het Songfestival ook kunnen presenteren als we gaan winnen. Nou, Duncan is heel dichtbij. Ik heb Martijn net even gesproken en hij zegt het volgende daarover. Hij zegt, ik zou het eigenlijk aan Cornet en Jan willen laten. Ik vind het een heel groot compliment. Maar hij zegt van, zij wachten er al zo lang op. Jan kan het in meerdere talen. Ik zelf vind, Martijn, vind ik echt een hele goede optie. En ik zou ook zeggen, als we winnen, laten we daar vooral niet te veel op vooruit lopen. We moeten dat eerst nog eens gaan zien te flikken. Maar dan zou Martijn het heel goed kunnen. Maar hij heeft het dus nu eigenlijk al gelezen. Nou, hij zegt nu even, nee, het lijkt me niet. En Cornet en Jan wachten al zo lang. Ja. Oké. Okay. Nou, dit was